Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is heel vroeg in de ochtend. Het is 5:45. We zitten al een uur in de auto en we gaan nu naar Oostenrijk. Heel zin in. Het is trouwens vrijdag en niet maandag. Maar ja, ik ga vandaag weg. Hey, opa op de achtergrond. Dus ja, ander soort week. Iets langere weekvlog, iets langere dagen. Ja, oké. Okay. Goed verhaal. Nu snappen het wel. We zijn er! Kijk, het ziet er echt fucking goed uit. Dat had ik echt niet verwacht. Dan moet je de piste zien hier. Je kan gewoon skiën. Meestal als we namelijk met kerst hier komen, dan is het hier helemaal groen. Dan kunnen we niks. En nu is het echt vet goed. Maar in ieder geval, we zijn er. Woehoe! Wolf had een kinderslotje, want die is nog zo jong. Die mag er niet uit, hoor. Moet je daarna nog uit of niet? Ja, wacht even. Nou, we zijn aangekomen in het appartement en ik zal even snel laten zien hoe het eruit ziet. Ik ga even vanaf dat je binnenkomt. Deur, dus daar kom je binnen. Nou, dan heb je hier, ik ga er snel doorheen, want anders duurt het weer eeuwen. Daar kom ik zo. Dit is de slaapkamer van mijn stiefmoeder en mijn vader en mijn broertje slaapt hier ook. Die slaapt bij hun in bed. En er is hier dan nog een douche. Even kijken, is het er licht? Nee, licht, hallo? Hier. Nou, dan heb je hier een douche en een wc. Gewoon helemaal leuk. Helemaal leuk, joe. Nou, kledingkast, ja, maakt allemaal niet uit. Dan als je hier heb je een hele grote kledingkast. En dan heb je hier nog een kamer. Daar slaap ik en mijn twee stiefzusjes. Nou, ik heb even dit bed, maar misschien slaap ik daar, ik weet niet. En dat kan ook nog tot een bed gemaakt worden als je wil. Maar ja, helemaal chill. En dan hier om de hoek hebben we nog een badkamer. Dit is de grote badkamer. It's me. Ja. Wc, een bad, zo chill. Dit is echt, deze badkamer wil ik echt thuis. Dit is echt een super chille badkamer. En als je dan, nou, een spiegel. Als je dan hierheen gaat, dan heb je een soort van de living room. Hier eten we altijd, of het ontbijten vooral. Een keukentje gewoon, super chill. En dan hebben we hier nog een kamer en daar slaapt mijn broertje. Dus het is echt een heel groot appartement. Maar we zijn natuurlijk ook met 7, dus dat hebben we ook wel nodig. En mijn vader en mijn stiefmoeder en mijn stiefzusjes en mijn broertje, die zijn dus nog onderweg. Wij hebben het super snel gedaan, maar zij staan dus nog in de file en weet ik het wat, dus chill. Ik vind mezelf altijd heel mooi met een helm op. Maar here we go, eerste dag skiën. We zitten lekker in de skilift, maar hij staat stil. Vind ik een beetje eng. Oh, dan ben ik lelijk met die helm. Ik kan het echt niet handelen. Zo meteen gaan we daar vanaf skiën. Zie je? En het water wat uit de grond komt, dat spuit dus op de pistes nu. Met van die, die tuin heel Holland lak. Die heeft 2 miljoen bij elkaar. Ja, met die jagelakken. Die gaat, 2 miljoen. Ja. Die gaat redden. Dat is de held van Nederland, hè? Try even! Zo, nou, ik heb me even lekker klaargemaakt. Even in het goede licht. Ja. Want we gaan vanavond uit eten. Het is een beetje kerstvieren. Slash, mijn vader is jarig. Dus het is een verjaardag en kerst en alles in één. Dus ik heb ook een leuke outfit aan. Ik zal even staan. Deze kooltrui gewoon met dit rokje. Met allemaal glittertjes erop. En mayo en schoenen. Niet zo boeiend eigenlijk, maar het rokje is wel leuk. En ja, gaan we lekker uit eten. Oeh, dat wordt genieten. Heavenly. Zwaaien. Even zwaaien. Allemaal even zwaaien. Ja, hi. Even zwaaien, Tom. Even zwaaien. Ja. Yeah. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de Hier, hier,
dronken worden. Hi-ha, ho! Het is vandaag 26 december, oh nee, 24 december 2016. Even allemaal abonneren en liken. Even blauw duimpje omhoog. En ja, niet van de vlog verder. Oké, iedereen. En Frans. Zo heet ik. Summer.leupen. Volg me even op Bukkeltjoka. Ik ben X-Buk Bench. Oké. En ik ook niet. Ik heb Plom Bench gewoon. Thomas. Even om de vraag te voorkomen, wij komen uit Brabant. Omdat Pamela zo weinig filmt, gaan wij even voor jullie deze mooie dag filmen. Ja. We gaan zo meteen naar de Mosquito. Feestje daar. En toppetje spelen. Feestje. Hoi iedereen. Wij gaan even voor Pamela filmen. Want ja, ik ben ook gewoon... Oh! Jezus. Oké. We gaan nu naar de Mosquito Bar. Hebben we heel veel zin in. De camera van Pamela gestolen. Pamela weet niet eens dat ik hem heb, maar maakt niet uit. Ik zit ze helemaal in paniek omdat ze hem kwijt is, maar maakt niet uit. Oké. We gaan nu lopen. Ik word helemaal boos dat ik de camera heb. Oké, we gaan nu naar de Mosquito Bar. Daar. We gaan lekker feest bouwen, jongens. Drop 3. Mijn eigen feestje. Oké, ik ga voor hem nou even bellen. In Oostenrijk bellen is het fucking kut. Kijk, ik bel nu Pamela. Ja. Hey, je was je vlogcamera vergeten, dus we hebben hem even meegenomen. Ja. Nee. Ja. Nee, ik kleur hem niet op de grond. Nee. We zijn even voor je leuke stukje aan het vloggen. Voor je vlog. We gaan even stompetjes spelen. Ja, nee. Ik bewaar hem. Ik doe heel goed opletten. Doei. Doei iedereen, we gaan lekker naar binnen. Ja. We zijn nu in de Mosquito Bar, jongens. Ja, zullen we nog eentje doen gewoon, omdat het kerstmis is. Ik heb gisteren dus helemaal niet gevlogd, maar ja, vandaag weer even wel. Ga ik proberen. Ik vind het alleen heel moeilijk om te vloggen tijdens het skiën, want ik ben echt bang dat mijn telefoon laat pleuren. Van mijn camera neem ik niet mee, want als ik val of zo en ik val op mijn camera, dan heb ik echt een probleem. Maar in ieder geval, we gaan hier vandaag weer skiën. Het is wel een beetje mistig buiten. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar normaal zie je daar achter de bergen. Nu zeg maar niet. Maar we gaan vandaag weer lekker skiën. Helemaal chill. Dus ja. Als je zo op zijn geld zit, dan doet hij dat niet. Ik ga bij de spagaat, jongen!
gaan vandaag met z'n allen op Bigfooties. Voetjes, hoe heet dit? Kijk, dat is dit en dat zijn hele kleine skietjes. Vet leuk! Yeah! Keep each other company. Maybe we can be keep each other company. Oh, company. Can we? Dag. Ik heb geen idee wat ik allemaal heb gevlogd deze week. Ik heb echt geen flauw idee. Maar goed, het is alweer de laatste dag. Ik ga straks naar huis vanmiddag. Aan de ene kant heel jammer, maar aan de andere kant ook alweer fijn. Lekker weer naar huis. We zijn weer thuis bij mami. Hallo. En Timmy. Oh, zo gemist. Heb je me gemist? Ja, als kiesbuik. Grapje. Nee, Timmy wel gemist. Binnen en toen stond de kerstboom er. En kijk eens wat er allemaal onder ligt. Allemaal cadeautjes. Dus die gaan we nu lekker uitpakken. Helemaal leuk. Nu dit mooie doosje uitpakken. Ja! Yeah! Yes! Oh, die zijn echt mooi, man. Ja, precies wat ik bedoelde. Ja, ze zijn echt mooi. Kijk op. Oorbelletjes. Ja, jullie kunnen niks zien, maar. Wat is? En die moeten kwijtgeraakt. Anders is geen nieuwe. Oh, we hebben ook geen nieuwe. We maken deze wel even over. Ja. Ja, die is voor algemeen gebruik. Algemeen. Ja. Spannend. Algemeen gebruik. Wat is dat? Oh my god. Wat is dat? Een box. Oh! Van JBL! Chill! Het is vandaag zaterdag 31 december. Het is bijna nieuwjaar. En ik ben gezellig met Martijn. Fliep! En Soraya, maar die is even plassen. De halve dag is al voorbij. Ik begin nu pas met vloggen, maar... Kijk eens wie daar aan komt. That's my life. Oh, wie komt er daar aan? Met de lange haren? Is dat soms Rapunzel? Of niet dan? Hey, ik weet niet wat het is, maar altijd als jij op beeld komt, wordt hij niet scherp. Ze heeft gewoon te veel haar, je moet allemaal scherp gesteld worden. Ja, jezus, het moet allemaal scherp gesteld worden. Hè? Weet je hoe lang dat duurt? Kijk er nou. Lekker hoor. Ik ben er niet bij, ik ben zo zielig. Je hebt de mand. Wat een gezellig gaat, hè? Oké. 59. Ik ga 30 miljoen winnen, oké. Dus nog steeds 59. Nee, helemaal niet. Jawel, jawel. Als je het wint, hè? Nog steeds 59. Wanneer komt die klok? Ja, wanneer komt die kutklok? Ja, godverdomme. Ik moet toch 30 miljoen winnen? Ik heb dadelijk... Ja, maar het is al bijna 12. Die klok sowieso als het al 12 uur is. Jawel. De nummer 10, 9, 8, 7, 6. Godverdomme zeg! Heb je nu fucking bier? Nou, niet zo saai. Hey, ik ben het ook niet, gelukkig. Ah!
Nou, goedemiddag. Welkom bij de bedienservice. Dit is wat ik doe in mijn vrije tijd. En ik ben de bediende van Pam. Ik heb even appelsappie voor haar gepakt. Oh, wat lief. En ja, nu moet ik even draaien. Ja, je ziet me echt niet. Alsjeblieft. Hallo. Lekker suipen hier op je bank, zeg. Met mijn appel. Oh, wat ziet er niet uit. Je ligt er echt. Jullie zijn echt 103 jaar. Maar je hebt gezegd. Wat dan leuk te pakken. Ik heb de foto gestuurd. Wat dan leuk te pakken zou. Aan jullie in de liefde. Heb je niet erg in je zin. Zo doorgaan in 2017. Ik heb ook gewoon uit de bak. Hallo allemaal. En welkom. We zijn vandaag aan het maffen met Pam. Huh? Joep. Zeker. Dat is Filip. Dat is hem. We gaan slapen. Het is maar liefst 3 uur. We gaan slapen, joep. Ja. Dag, dikke kus. Love you. Dag. Joep, doei. Zo, ik ben vandaag de hele dag naar mijn opa en oma geweest. Ik heb het allemaal niet gefilmd, want dat vind ik gewoon niet leuk. Maar in ieder geval, dit was mijn vlog. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Het was natuurlijk voornamelijk Oostenrijk en een beetje oud en nieuw. Superleuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.